fire beelden vanuit de lucht. En dan zie je hoe massaal zo'n evenement toch is. Zo'n KNVB bekerfinale. Ajax dat in de Kuip afrekenen met Feyenoord in de halve finale en zich dus plaatsen voor de eindstrijd. En Willem II kende een spectaculaire ontknoping tegen AZ. Een strafschoppenserie moest uiteindelijk de doorslag geven. En Willem II won die penaltyreeks met dank aan de doelman Willem Reuter die 3 strafschoppen pakte. Bekerfinale 2019. Voor Willem II een kans uit duizenden. Voor Ajax een eerste mogelijkheid op een prijs. En daar redden fanatieke aanhang van Willem II en die van Ajax. Taliafico onderuit gekegeld. Voor het eerst naar voren gesneld. De Argentijn die hier hard wordt opgevangen door de Duitser. Frenkie de Jong of Hakim Ziyech. 9e minuut van deze wedstrijd. Ajax nog niet gevaarlijk geweest in de bekerfinale. De Jong. En van de doellijn gehaald. Of bal die wat smoort. Dan kan de jongen het nog een keer proberen uit de tweede lijn. Weer het blok. Nu van Tapia. Dankerlui verder. De Jong op de bal. Zie je. Frenkie de Jong. Ach, dat is een fijn balletje. Van de Beek. Huntelaar loert. Van de Beek. Huntelaar. Naast. De eerste grote kans van de wedstrijd. Ingeleid door een buitengewoon subtiel balletje van deze Frenkie de Jong. Eerste tackle, want hij beheerst wel heel veel facetten van het voetbal. En daarna dit balletje. Geen buitenspel, Huntelaar wacht, kiest positie en tikt hem net naast. Isaac. Goeie bal van Isaac, Lewis. Dankerlui reikt uit. Januari 2018 de overstap maakte van Ajax naar Willem II. Danilo Dankerlui met een goed balletje, want hier is Lewis. Lewis met de mogelijkheid voor Willem II, maar de basis te hard, te scherp. Maar daar laat de ploeg van Koster zich in aanvallend opzicht voor de eerste keer echt zien als we een kwartier onderweg zijn in Rotterdam. Willem II opnieuw, Taliafico net voldoende. Mazraoui, dat is schitterend gedaan door Mazraoui. In een reflex de bal meegegeven aan Ziyech. Tapia in de achtervolging. Uitstekend verdedigd door Tapia. En dan op kracht langs Mazraoui. Lichaamsschijnbeweging, de jongens ook gezien. Dit ziet er heel goed uit, deze actie van Tapia. Isaac naar zijn rechter. Alexander Isaac! En de licht. Na het halve blok al van Taliafico. Boeiende opening. Van deze 101e bekerfinale. Spanning, ook bij de jongste. Toch even terug naar Frenkie de Jong. Tadic. In de kleine ruimte zoekt hij de combinatie. Huntelaar voor het doel. Hier is Huntelaar. De licht sluit aan en drukt af. Bal wordt van richting veranderd. En daar is Wellenreuter. Vol risico, want die bal die blijft binnen. En nu heeft hij hem. Wellenreuter claimt een hensbal. Ja, slaat de bal van heel dichtbij tegen de arm van Tadic aan. Die kan natuurlijk geen kant op. Daar. Aanhang van Ajax scandeert in de 34e minuut de naam van Nouri. En dat is andermaal een mooi gebaar. Tapia, een variant waar ongetwijfeld over nagedacht is en waar veel trainingsarbeid in zit, maar komt helemaal niet uit de verf. Zie je gelijk balverlies. Isaac voor Willem II. Pavlidis, die is handig. Pavlidis, schot geblokt. Isaac krijgt hem per toeval voor de voeten, maar dan het vervolg. Het vervolg dat besloten wordt met een hensbal van de spits van Willem II. Vrij schop Ajax.
Ziyech richting Matthijs de Ligt, die dat duel dan inkleunt. Wie als laatste? Heerkens als laatste, oordeelt Gusebuyuk. Ziyech. Tadic. Tadic schept de bal erin, blind verlengd en die zit erin. Zo is het 1-0 voor Ajax. Doelpunt van de man in vorm de laatste maanden. Bepalend in de grote wedstrijden in de Champions League. En nu doeltreffend in de bekerfinale tegen Willem II. Daley Blind, als de vlag omlaag blijft en dat uiteraard nog zal worden nagekeken. Maar Ajax op 1-0 komt in de 38e minuut. Prachtig hakje van Ziyech. Masraoui. De bal weer terug van Christensen. Masraoui. Ziyech. Ajax op toeren naar de goal van Blind. Want hier is Huntelaar. Van de Beek staat te wachten. Huntelaar kan het ook zelf doen. Wat een aanval van Ajax. Wat een fabelachtige aanval van de Amsterdammers. En zo wordt het binnen 2 minuten 0-2. Het duurde even, maar deze aanval is van een grote schoonheid. Even opgehouden door Masraoui, maar dan weer in gang gezet door Christensen en dezelfde Masraoui. De beweging van Ziyech, het koele afronden van Klaas-Jan Huntelaar. 1 lichaamsschijnbeweging, misschien wat naïef verdedigd, maar oh zo koelbloedig afgerond. En de teleurstelling bij alles en iedereen, inclusief de beroemde fans van Willem II. Meisner. Terug naar Wellenreuter. Wellenreuter met de lange bal. De Jong wint van Paul Jong. Palacios. In de drukte komt Willem II daar heel aardig uit. Sterker nog, Palacios kan doorlopen. Maar wat bedenkt hij vervolgens? Uitstekend gedaan. Pavlidis. Maar ook een goed blok van de Ligt. Zo is de eerste dreiging. In de eerste minuut al van de tweede helft van Willem II. Uitstekend gedaan door het duo Tapia Palacios. Verder in de duels dan de Ajax hier. Maar uiteindelijk het blok weer van Matthijs de Ligt. Tapia trapt. En daar is de volgende mogelijkheid. Isaac. Zijn de intenties in ieder geval duidelijk van de Tilburgers in de tweede helft. Die geven zich belangen aan om niet gewonnen. Die vallen aan. Die zetten Ajax onder druk in de eerste minuten. Daar gaat Ziyech en die staat geen buitenspel. Wellenreuter schat dat helemaal verkeerd in. En dan kan Ziyech die bal binnen gaan schieten. Maar dat moet hij dan wel doen. Hij niet. Tadic. Die ook niet. En zo blijft het spannend. Wat een inschattingsfout van Wellenreuter. Maar Ajax weet er uiteindelijk niet van te profiteren. Vrij gemakkelijk laat Ajax de bal rondgaan. Masraoui, waar gaat het toe leiden? Tagliafico, nou naar hoogstwaarschijnlijk de derde treffer. Want zo wordt het uitgespeeld. Is Huntelaar aan het eindstation. Wel wat twijfel over de positie van Huntelaar. Maar voorlopig is het 0-3. Halverwege de tweede helft leent Ajax een hele ruime marge ten opzichte van Willem II. En is dat normaal gesproken de beslissing in deze bekerfinale. Dan komt de Ajax dus op een 3-0 voorsprong. De zon schijnt, maar het regent ook stevig. Sterker nog. 5 mei 2019, maar het hagelt en stevig ook. Tagliafico, waar Willem II er de eerste 35 minuten zeker volop en kort op zat, combineert Ajax er nu heel gemakkelijk doorheen en wordt het 4-0 door Christensen. De rechtsback die ineens in de opstelling stond en die dat viert met de mensen die bezig zijn aan de warming-up. Zoals Ajax, dat moet je ook ten acht nageven. Al maanden een gigantische teamgeest uitstraalt. Trotse ouders. 2005 van Arkel naar Tilburg. 11 jaar in de opleiding. Daarna naar Amsterdam. Volgende halte Barcelona. Het is voor Frenkie de Jong een schitterende finale geworden. De Kuip schudt, met name de rechterkant van de Kuip. Bij deze vrije trap van Lasse Schöne. En die gaat rakelings voorlangs. Er zijn er een stuk of 12.000 die dat allemaal gemist hebben. Want die vieren feest met de rug naar het veld.
daar is het laatste fluitsignaal van Serdar Gözübüyük. Ajax wint voor het eerst in 9 jaar het KNVB-bekertoernooi. Het pakt voor het eerst sinds 2014 een hoofdprijs. Maar op deze overwinning in het bekertoernooi valt er helemaal niets af te dingen. Willem II had het goed voor elkaar tot de 1-0 van Deli Blind. Maar daarna begon Ajax te voetballen en eigenlijk steeds beter te voetballen. Werd de weerstand van Willem II minder en minder. Dan kan Ajax uitlopen naar een dikke overwinning van 4-0. Galasek is de boodschapper, de licht, de gevierde man. Ajax, de beste in het bekertoernooi van 2018-2019. En wellicht is dit de eerste prijs in een serie die de Amsterdammers dan moeten gaan vervolmaken in de komende weken. Maar deze is in ieder geval binnen. De KNVB-beker. Die ontbrak in de prijzenkast sinds 2010.